Test, test. Ja, test geslaagd. Zulu Bravo, gaat u verder. Beste commissieleden, graag vertel ik u over de plannen van het Oorlogsmuseum Medemblik voor een ambitieuze uitbreiding en verdere groei en professionalisering. Het betreft een investeringssubsidie van de gemeente voor de aanschaf van ons buurpand, de huidige Boling. Eerst een klein stukje geschiedenis. Het museum is ontstaan omdat mijn ouders iets wilden betekenen voor de samenleving. Het was hun doel om leerlingen aan de hand van situaties uit de Tweede Wereldoorlog bewustzijn bij te brengen dat zij ook nu in hun eigen leefomgeving keuzes moeten maken voor vrijheid, gelijkheid en saamhorigheid. Eind 2017 is ons museum geopend voor schoolklassen met een collectie originele oorlogsobjecten en lokale verhalen. Door groeiende interesse vanuit de samenleving zijn we in 2019 ook opengegaan voor regulier bezoek. We zijn gelijktijdig gestart met het proces om de officiële museumstatus te krijgen. De impact van de droom van mijn ouders was al snel veel groter dan verwacht. Om de continuïteit veilig te stellen en een solide basis te leggen voor de toekomst, hebben mijn ouders de 3 museumpanden begin 2020 voor 0 euro aan de stichting geschonken. Stap voor stap zijn we verder gegroeid. Van 2020 naar 2023 met flinke cijfers. Van 14 schoolklassen naar 200. Van 2500 bezoekers naar 28.000. Van 8 vrijwilligers naar een team van 3,5 FTE en 90 vrijwilligers. Van 225 vierkante meter museum naar 3000 vierkante meter. Een groei van ruim 1000% op al deze facetten in 4 jaar, ondanks de coronacrisis. En de groei zet zich voort met 40% in de eerste helft van 2024. Dit alles is natuurlijk prachtig, maar maakt wel dat we steeds meer tegen de grenzen van onze capaciteit aanlopen. Vorig jaar opperde de gemeente het idee om het buurpand erbij te betrekken. Dat heeft vele voordelen die zowel het museum als de gemeente helpen. Het museum wordt een grotere publiekstrekker en de educatieactiviteiten kunnen flink uitgebreid worden. Ook zal een prachtig museumpand de entree van Medemblik een enorme impuls geven. Ons antwoord daarop was volmondig ja, maar dat we daar wel financiële hulp bij nodig hebben. Desgevraagd hebben we een concept-projectplan opgesteld voor de uitbreiding. Ook gingen we een koopovereenkomst aan onder voorbehoud van financiering. De koopsom is 700.000 euro en met kosten koper erbij zo'n 800.000. Voor het veiligstellen van deze investering hebben we bij het indienen van het projectplan aangegeven dat we 50% bij de gemeente vragen aan 400.000 euro en de rest via cofinanciering, zoals de provincie, sponsoringen uit ons netwerk van bedrijven en crowdfunding. Grofweg bestaat dit projectplan uit 2 fases. Fase 1 is de aankoop van het pand en fase 2 is de sloop, nieuwbouw en inrichting. Enkele van de grote speerpunten zijn groei van 200 schoolklassen naar jaarlijks 700 en groei van de 28.000 museumbezoekers naar jaarlijks 100.000 bezoekers naar Medemblik. Voor fase 2 hebben we al diverse fondsen die willen bijdragen. Die kunnen dat echter pas doen na aanschaf van het pand, omdat alleen fase 2 binnen hun subsidiekaders passen. Ook voor de grote bedragen, zoals bij het V-fonds, de Vriendenloterij en het Cultuurfonds. Daarnaast hebben we al persoonlijke contacten bij de ministeries van VWS en OCW, die eerder uitbreidingen van oorlogsmusea hebben gefinancierd. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met een investeringssubsidie voor fase 1. Naast dat dit noodzakelijk is voor de uitbreidingsplannen, zien we dit ook echt als een waardering vanuit de gemeente voor wat het Oorlogsmuseum betekent voor de samenleving. De portefeuillehouder heeft ondertussen ook al contact gezocht met gedeputeerde Oldhof van provincie Noord-Holland. Hieruit is helaas naar voren gekomen dat zij geen middelen, al dan gelden en regelingen hiervoor beschikbaar hebben. We hebben van de portefeuillehouder begrepen dat het college graag hetzelfde niveau van subsidie wil toekennen als bij de andere is gedaan. Dat niveau in 2021 was 250.000 euro voor het Bakkerijmuseum en daarom is het college nu 3 jaar later met de inflatie uitgekomen op 300.000 euro. Dit is echter een ton minder dan wij hebben aangevraagd en gemotiveerd met het projectplan.
We snappen het standpunt van gelijke monniken, gelijke kapper. Maar vinden ook dat ieder plan zijn eigen schaalgrootte en omstandigheden heeft. Juist hier is fase 2 ook nog onderdeel van het plan. ME2-architecten uit Medemblik heeft berekend dat de investering die met fase 2 aan de entree van Medemblik plaatsvindt, 4 miljoen euro is. Ik heb van mijn ouders geleerd om een gegeven paard niet in de bek te kijken. Toch staan we hier nu dan met onder andere ook diezelfde ouders. Wij willen u allen heel graag vragen om te overwegen de investeringssubsidie te verhogen naar 400.000 euro. Omdat we de financiering anders niet rond kunnen krijgen. Wij willen u vragen nu een extra stap te zetten en daarmee een stevig fundament te leggen onder een groter plan. Een project waar heel Medemblik trots op kan zijn. Een plan dat de gemeente meer op de kaart gaat zetten. Natuurlijk is 400.000 euro veel gemeenschapsgeld. Wij willen u er zo graag meer over vertellen. Maar ik denk dat onze tijd bijna voorbij is. We hebben voor u uitbreidingsplannen mee. En zoals te lezen in de toegezonden stukken, hebben we komende woensdag, een inloopavond over het projectplan. Bedankt voor jullie tijd en we hopen op jullie volledige steun om de impact voor de samenleving te vergroten voor meer vrijheid, gelijkheid en saamhorigheid. Ja, dank u meneer Rustenburg. Ik geef de fracties één vraag, als ze dat willen, aan de heer Rustenburg. Eén vraag per fractie. Ja. Dan beginnen we met meneer Huisman. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, hij doet het, hè? Ja. Ja. Dank u wel voor je mooie betoog. En ik denk dat we met z'n allen wel kunnen zeggen dat we herkennen wat je vertelt. Want voor mij zijn we ondertussen allemaal daar al wel eens op bezoek geweest. Ook voor dingen buiten het museum zijn we er altijd welkom voor zaalhuur en voor bijeenkomsten. Dus erg mooi om te horen. Mijn vraag is eigenlijk, voor fase 1 hebben jullie dit nu nodig. Je geeft net al aan, voor fase 2 is die 4 miljoen nodig. Heb ik dan ook goed begrepen dat er voor die fase geen middelen meer van de gemeente nodig zijn, maar dat het dan, dat jullie verwachten dat het volledig uit andere middelen gedaan kan worden? Dat nu is mijn beurt? Ja. Ja? Ja, nee, dat klopt inderdaad. Voor fase 2, zoals ik net ook aangaf, zijn er heel veel partijen waarbij het binnen de subsidiekaders valt. Ja. Grote partijen ook die heel veel kunnen en ook willen bijdragen. Die potten moeten gewoon leeg. Ja. Dat klinkt wat oneerbiedig, maar dat is wel hoe dat werkt. Ja. Bij fase 1, de aankoop van vastgoed, daar willen partijen niet aan bijdragen. Dus daarvoor zijn we echt afhankelijk van de gemeente en crowdfunding, de lokale bedrijven en ook de provincie waar we ook via een andere weg alsnog bezig zijn om via statenleden toch iets voor elkaar te gaan krijgen. Ja. En voor fase 2, om inderdaad dat wel antwoord te geven op de vraag. Tuurlijk, als de gemeente wil meehelpen, staan we er altijd open voor. Maar, maar we gaan geen aanvraag indienen. Nee. Oké, okay. Nou dat is mooi om te horen, dank u wel. We gaan rechtsom. Meneer Plekker. Dank voor het gloedvolle betoog. Inderdaad, plaatjes zien er ook indrukwekkend uit. Mooie initiatieven. Ik heb er vanmorgen ook in het NAD ook wat over gezegd. Alleen ik ben wel wat verrast, want ik ging eigenlijk vanuit met deze lentenota, met beschikbaar stellen van die 300.000 euro, dat daarmee eigenlijk het plan vlot getrokken is. Hè? Dat eigenlijk daar groen licht ook voor is. Dus ja, hoe is het ook verder met het college besproken of met de ambtelijke organisatie hoe dit nou verder gaat? Want nu lijkt het toch een beetje een impasse te ontstaan. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, we hebben bij de vorige portefeuillehouder de aanvraag ingediend. En zou het ook in november met de jaarbegroting voor 2024 was het idee om het daarin mee te laten gaan. Alleen is het toen besloten van het is beter om er een raadsvoorstel voor te maken. En ook omdat er een aantal wisselingen waren met de portefeuillecultuur, is dit later gekomen. En de gemeente, de college die heeft gekeken van we moeten natuurlijk wel dit verantwoorden. Het is een hoop gemeenschapsgeld. En daarbij is het uitgangspunt geweest om hetzelfde bedrag beschikbaar te stellen als dat ook is geweest bij de andere musea. En dat is dan in 2021 uit mijn hoofd is dat 2,5 ton, 250.000 euro voor Bakkerijmuseum geweest. Nou, nu leven we natuurlijk 3 jaar later.
Daar zijn natuurlijk inflatiecijfers bijgekomen. Dus heeft de college op basis daarvan gezegd, dan zou het in lijn zijn om daar €300.000 beschikbaar voor te stellen. Dus dat gesprek is wel naar ons toe geweest vanuit het college en ook de betrokken ambtenaren. Wij hebben daar ook echt begrip voor dat er op die manier naar gekeken wordt. Echter, is het wel zo dat het plan wat de andere musea eerder hebben ingediend, als je dan kijkt naar de investering die dan gedaan wordt, is dat bij het Oorlogsmuseum wel een aantal keer hoger. Dus als je dat op die manier wilt meewegen, dan zou dat bedrag ook een aantal keer hoger zijn. Dat vragen we niet, is altijd welkom. Wij vragen een verhoging van €300.000 naar €400.000. En niet omdat we het leuk vinden om een ton extra te krijgen, maar puur om de investering haalbaar te maken qua dekkingsplan. Ja, dank u wel. Ik was D66 vergeten, meneer Vlaar. Ja, misschien. De Rustenburg heeft er al wat over gezegd, maar het gaat een beetje om het principe waarop het is gebaseerd. De koopsom is nu 8 ton, maar stel dat de koopsom dan 8,5 of 9 ton zou worden, zou het er ook blijven uitgaan van 50% financiering, hè, omdat het dan een bepaald principe is. Of is het puur gebaseerd, hè, op die 7 ton, 8 ton, wat helder was. En heeft hij al naar andere mogelijkheden gekeken, al dan niet met de gemeente, om tot overbrugging van het resterende bedrag te komen? Ja, graag een kort antwoord. Ja. Het is niet een principe geweest om 50% aan te vragen bij de gemeente vanwege het bedrag. Maar omdat er, net als eerder gezegd, heel weinig partijen zijn waarbij een aanvraag binnen de subsidiekaders past om een investering te doen in een pand. Hart van Melik, heeft hij nog vragen? Meneer Berlijn, gaat gewoon. Ja, dank u wel. Voorzitter, ja, het Oorlogsmuseum is een prachtig educatief museum in Medemblik. Een echte eyecatcher, zeker ook als ik dit zie. Maar als ik zo in de stukken lees, dan zie ik dat de 3 ton nu een gift is van de gemeente aan het Oorlogsmuseum. En 3 ton is heel veel geld. En ik snap met inflatie en mogelijk gelijk, dat snap ik helemaal. Maar bent u bijvoorbeeld ook bereid de plannen door te laten gaan als de 3 ton omgezet wordt naar bijvoorbeeld een soort renteloze, revolverende lening? Nou, we hebben het hier natuurlijk intern met het bestuur en het kernteam over gehad. En daar zit, zowel iets zoiets principieels in. Maar ook dat er gekeken wordt vanuit onze kant dat we zeggen, ja, wij zijn er als stichting, als goed doel, zijn we er voor de samenleving. En dat kan alleen door de samenleving. En deze stap zijn wij bereid te maken om op educatiegebied, maar ook op economisch gebied, op cultureel maatschappelijk gebied, meer impact te kunnen maken. En als wij daar een lening voor moeten ontvangen om dan uiteindelijk dat weer terug te kunnen betalen. Ja, wij zijn een stichting, we zijn geen verdienende instelling. Dus dat is niet haalbaar. Het principiële punt daarin is dat mijn ouders in 2020 de 3 panden waar het museum nu in gevestigd is, hebben geschonken om niet. Dan praat je over marktwaarde van meer als 1 miljoen. Die investering hebben zij gedaan als zij hadden gedacht dat er mogelijkheden zijn om het uit de exploitatie op te brengen. De rente, CQ huur van de panden. Dan hadden mijn ouders dat echt zelf wel gedaan. Dus dat is ook iets principieels om te zeggen, wij gaan deze stap alleen zetten voor de samenleving als we gedragen worden door de samenleving. En daarbij vinden wij ook dat het gezien kan worden als een hefboom, waarbij deze investering van 4 ton door de gemeente een investering gaat opleveren van uiteindelijk aan de entree van Medemblik van 4 miljoen. En niet voor incidenteel in de zin van 1 jaar, 2 jaar, maar wij blijven daar 50 jaar zitten of langer, maar dan ben ik ondertussen met pensioen. Maar wel om daar onze doelen te behalen voor de samenleving als stichting. Ja, dank u wel. CDA, mevrouw Salman. Ja, dank u wel, voorzitter. U geeft aan dat die potten van de subsidieverleners die moeten leeg. Nou, we weten allemaal dat er natuurlijk ook landelijk gezien niet echt goede jaren aankomen met dit. Met het komende, hoe heet het? Ravijnjaar. Nou, niet alleen dat, maar ook landelijk gezien natuurlijk. Ze zijn niet per se cultureel positief ingesteld. De heer Berlijn die geeft ook aan inderdaad over dus niet het geld als subsidie geven, maar bijvoorbeeld een hypotheek of noem het op. Maar kunt u dan niet denken van we doen een deel en dan een klein deel wel een hypotheek? Want u verwacht namelijk ook wel geld te gaan verdienen, omdat uw zakelijke verhuur een groot deel uitmaakt van uw projectplan.
Klopt, om daar een stukje op in te gaan, dat gaat altijd meer op inhoud. Wij ontvangen nu 200 schoolklassen. Met deze uitbreiding gaan we toe naar 700 schoolklassen op jaarbasis. Over vrijheid, gelijkheid en samenhorigheid. Wat we bijdragen, ook om polarisatie tegen te gaan. Burgerschapsvorming te stimuleren. Nou, al zulke soort zaken meer. Op scholen draaien wij een keihard verlies. Als wij een bedrijf zouden zijn, zouden we die bedrijfstak, om het dan maar zo te noemen, meteen moeten afstoten. Als voorbeeld, wij ontvangen €4,50 per leerling van basisonderwijs. Ik wil toch vragen om het kort te houden. Het is zwaar verliesgevend. En inderdaad, de zaalverhuur die we doen, dat levert inkomsten op. Waardoor we die maatschappelijke tak, om het maar zo te zeggen, de educatie weer kunnen dekken. Ja, dank u wel. ChristenUnie, kort en krachtig. Ja, maar als ik begrijp dat jullie vragen 3 ton... En er werd net 4 ton. Ja. Ja, ja, 300.000. Nee, ze krijgen. Nee. Ja, krijgen. Vragen 4 ton. Vragen 4. Maar die 100.000, als die als renteloze lening zou komen, dat zouden jullie ook principieel niet doen. Nee, dat gaven we net aan, inderdaad. Ja. Ja. En verder is die 400.000 is over 1/10 van de totale investeringen die jullie gaan doen, hè? Ja, als je hem zo wil bekijken, rekentechnisch gezien, is de investering een kleine €800.000 voor de aankoop van het pand. En dan vervolgens voor 4 miljoen slopen, verbouwen en inrichten. Dus ja, dat zou totaal uitkomen op 4,8 miljoen. Ja. Maar als je echt kijkt wat het voor Medemblik oplevert, is het een investering van 4 miljoen. Ja, dank u wel. De VVD, nog een vraag als laatste en dan gaan we verder. Dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt voor de mooie toelichting. Waar zijn de groeicijfers op gebaseerd? Je geeft aan, bezoekersaantallen nemen met 300% toe. Er komen 300% meer schoolklassen. 1000% vast. 1000%. Juist. Hoe hebben jullie dat berekend? Nou, die 1000% stijging tussen 2019 en 2023, dat is op basis van daadwerkelijk gerealiseerde aantallen. De 40% die we tot nu toe voor dit jaar, de eerste 6 maanden meer hebben als de eerste 6 maanden vorig jaar, dat is ook op basis van gerealiseerde bezoekerscijfers. En naar de toekomst toe, dat heet begroten. Waar we dat op hebben gebaseerd, we hebben daar niet een onderzoeksbureau of dergelijke voor ingezet. Wij durven te stellen dat wij met het kernteam en bestuur enorm in controle zijn over de afgelopen jaren waarin wij opgestart zijn. Zonder structurele subsidie, met enorme stijgingen, ondanks de coronacrisis. En nou, die lijn die vertalen we door naar boven toe. En daaruit blijken dat deze cijfers reëel zijn. Daar heb ik met de account ook allemaal naar gekeken. Nou ja, net 5 minuten mogen inspreken, nu iedereen 1 vraag kort mogen beantwoorden. Komende woensdag hebben we een inloopavond. We nodigen u, maar iedereen hier en andere geïnteresseerden van harte uit om daar meer op in te duiken. Want inderdaad, zoals door meneer Blijn ook werd aangegeven, het is een hoop gemeenschapsgeld. En daar moet iedereen een goed gevoel over krijgen, of in ieder geval een meerderheid. Korte vervolgvraag, nee, voorzitter. Nee, liever niet. Nee, geen vervolgvraag. Meneer Rustenburg, dank u wel voor de toelichting. U mag weer teruggaan naar de zaal.